Dank u voor uw komst op onze eerste organisatie. Mijn eerste vraag, wat vindt u van de organisatie? Zo, dat is de eerste keer dat het georganiseerd werd. Wat zijn uw algemene bevindingen over de organisatie? Ja, ik vond de organisatie zelf en het initiatief formidabel. Organisatorisch gezien voel je dat het de eerste keer is. Een paar technische problemen, excuseer, die zijn opgelost. Maar het gaat hier over waarover het gaat, namelijk echte succeservaring aanbieden aan jongeren. En daar gaat onderwijs over. Ik denk dat jullie de essentie van onderwijs gegrepen hebben. Succeservaring. En daar ben ik jullie erg dankbaar voor. Nu, u hebt enkele projecten ook gehoord. De leerlingen zijn naar voren gekomen. Ze waren ook zenuwachtig. Zijn er bepaalde zaken dat u echt heel goed vond en ook succes naar de toekomst toe? Ja, het was toch echt verwonderlijk met welke présence dat die jongeren hun ding deden. Op een bepaald moment voelde je dat ze 10 seconden nodig hadden om over hun zenuwen door te geraken, maar dan stonden ze. Plus je voelde ook dat er meer achter stond dan, ik ga dat je een keer lekker zeggen. Nee, ze kwamen ook met een boodschap. Bijna allemaal zeiden ze, ik hoop dat mijn onderzoek wordt gelezen. Bijna allemaal zeiden ze, ik hoop dat de politiek mijn onderzoek leest. Ja, over positieve pretentie. Oh, ik heb er ongelooflijk van genoten. Dus met deze jongeren hebben wij een lichte toekomst of een succes toekomst, kunnen wij zeggen? Ja, ik denk dat het algemeen gezegd kun je stellen dat mensen die dus pessimistisch zijn over de toekomst en over onze jeugd hier toch een ander antwoord krijgen. Maar ik denk dat het nog belangrijker is dat dat als je de veranderingen ziet in onze steden, om toch dit als voorbeeld te nemen, dat die zorgelijk zijn. En die worden altijd negatief geduid. Een van de redenen is dat we altijd klassieke oplossingen hebben. En vandaag heb ik nieuwe voorstellen gezien. Originele ideeën. Allee, de eerste spreker heeft het onderzoek aangedurfd over de criminaliteit bij allochtonen en autochtonen. Ja, je moet maar durven om dit als 15-jarige in het debat te brengen. Ik was echt onder de indruk. En mijn laatste vraag. Sociale wetenschapsolympiade. SOWO is iets anders, is misschien zelfs uniek dan de wiskundeolympiade, wetenschapsolympiade. Wat wilt u over SOWO zelf nog zeggen? Ja. Ik denk dat het een schot in de roos is. Omdat je drie dingen combineert. Ik noem dit de drie basisdingen van onderwijs. Kwaliteit. Onderzoek. En dit op een zo goed mogelijke manier doen. Ik noem dat professionaliteit, ook bij jongeren. Succeservaring, ik heb het al herhaald. Maar ook die structuur aanbieden, waardoor dit mogelijk wordt. En ik denk, en ik hoop echt dat het materiaal die nu gemaakt is, dat je het ook gaat gebruiken. En ik daag jullie bijna uit om dat materiaal zeker ter beschikking te stellen. Op de site kan me niet schelen hoe, maar er is te veel werk gedaan om niet gepubliceerd te worden. Zeker meneer, en we zijn daar ook mee eens. Ik dank u voor uw aanwezigheid. Proficiat en nogmaals bedankt, tot de volgende keer. Dank je wel. Ik zal dit.